Goedemorgen. Even in het Nederlands, zojuist interview gehad met RTV Rijnmond. En dit is de locatie waar we het interview hadden. Een van de opties voor een legale off-road sector. Je hebt niet heel veel nodig, dus deze breedte is al meer dan genoeg. Er is bijvoorbeeld een omliggende omgeving met industrietoebouwen, PTT, carpool, snelweg en snelweg. Dus weinig tot geen overlast voor omwonenden. Ik denk dat dat ook erg belangrijk is. De reden waarvoor die petitie zijn gestart is, ik rijd zelf een crossmotor. En de afgelopen 2-3 jaar zijn we met enige regelmaat stilstaande gehouden. En dat komt omdat mensen op plekken waar het niet mag hun scooter of een 125cc crosser, 250cc crosser misschien zelfs nog wel, loslaten. En ja, dat is natuurlijk niet helemaal de bedoeling. En ik ben van mening dat het absoluut op een legale plek en een legale manier zou moeten kunnen. Daarom ben ik vanuit mijn Vesta Two Wheels, dus vanuit het YouTube kanaal, de petitie gestart. En dit idee is eigenlijk voortgekomen uit verschillende gesprekken bij onder andere Motorpoort, Motorstore, de motorzaken hier in Barendrecht en in Rotterdam. Gesprekken over YouTube zelf met mensen die de kanaal luisteren. Gesprekken met motorrijders uit de omgeving. En dat idee bleef hangen, dat idee is besproken. We hebben laatst met een man of 12 een groepsrit gedaan in de omgeving. Dat waren bijna allemaal geen crossers, maar een hoop van hun zien het idee wel zitten. Voornamelijk omdat je elke sport en elke groep mensen een kans moet geven om het positieve te laten zien. En ik denk dat als je een legale plek hebt, dan voorkom je dus een hoop illegaal rijden en een hoop ellende. De crossers die ik eerder besprak of eerder noemde, dat zijn toch vaak wat jongeren die zo'n motor hebben gekocht omdat het populair is tegenwoordig en dan toch een keer off-road willen proberen. En ik geef ze groot gelijk. Ik bedoel, ik wil dit beest ook wel eens off-road proberen. Ja, ik zoek dan een plek op waar het wel mag. Of een enkele keer leen ik een auto met aanhangwagen en rijd ik een keertje ergens heen. Maar ja, dat kostte me best veel geld. En mijn eigen auto heeft geen trekhaak en ik heb ook geen aanhangwagen. Daarnaast denk ik ook niet dat de buren heel blij worden als ik een aanhangwagen heb staan in de straat heel het jaar rond, die ik misschien 6 of 7 keer op een jaar gebruik. Dus ja, dan is een locatie in de omgeving is beter. En het voorkomt dus die jongeren die zo graag willen crossen, die dat nu illegaal doen en die daarbij op paden rijden, waar mensen gewoon hun hond uitlaten. Ja, als je dat kan voorkomen daarmee, ik denk dat is dubbel winst. Je geeft mensen een kans om een gedeelte van hun hobby veilig en volgens de wetboek uit te oefenen. Je geeft jongeren een kans om zich daar te gedragen en het leven in te gaan zonder al te hoge boetes of strafblad. Maar je geeft ook veiligheid voor de omwonenden van Rotterdam en van Barendrecht en Roon en Capelle en noem het maar op, alle andere omgevingssteden. Je zou hem zo ver kunnen doortrekken tot aan Dordrecht. Want vanuit Dordrecht de brug bij Zwijndrecht over en je bent in 2 klikken ben je hier. Dus het is niet alsof het direct alleen deze omgeving is. Maar al die mensen die binnen binnen 20 minuten reistijd zitten, die geef je een legale plek om te crossen. En dat scheelt voor de gemiddelde hondeneigenaar dus ook een hoop ellende. Vlak na de start van de petitie had ik nog een discussie met een familielid van mij. Van goh, hoe zit het dan met de flora en de fauna? En nu heb je verschillende crossers op verschillende plekken die allemaal illegaal aan het crossen zijn. Maar dat zijn allemaal mensen die overal eigenlijk aan fauna en voornamelijk flora vernietiging doen. Hè? Als je al die plekken, al die mensen op al die plekken naar 1 plek kan brengen, waar ze een vaste baan hebben, dan heb je alleen op die ene locatie een beetje flora vernietiging voor het aanleggen van de baan. En daarna, als het goed is, niet meer. Dat scheelt pakken aan flora vervuiling en flora vernietiging. Dus zelfs voor de flora en fauna zou het beter zijn.
Nee, dat is even de gedachtegang die erachter zit, in het zeer kort uitgelegd. Het is vroeg, ik moet naar werk. Dus ja, dan heb je in ieder geval een idee waarom je wel of waarom je geen petitie zou willen tekenen. En daarmee gezegd hebben, dan zou ik u zeggen, fijne dag. En tot ziens.